Waarom moeten papa en mama elke maand geld aan mensen betalen? Ja, ze betalen dan geld eigenlijk voor zichzelf, maar ook voor andere mensen. En dat geld leggen we allemaal bij elkaar. En dat is een grote pot met geld. Maar stel dat je nou eens echt iets hebt, dan kost dat heel veel geld. En eigenlijk kun je dat zelf niet betalen. Dus we hebben in Nederland, hebben met elkaar afgesproken, dat betalen we dan met elkaar. Praat u wel eens met mensen die ziek zijn? Ik heb een broer die bijvoorbeeld ziek is en daar praat ik heel veel mee. Die heeft bijvoorbeeld hele dure medicijnen. Die ook betaald worden uit diezelfde pot, want die kan dat zelf niet betalen. En ik doe dat ook om een beetje gevoel te hebben, wat betekent dat dan om ziek te zijn? Hè? Dat is wel belangrijk. En ik praat ook vaak met mensen die weer zieke mensen helpen. Slaat u wel eens tandenpoetsen over voor het slapen gaan? Nooit. Jij wel? Nee, niet echt. Nee. En jij? Jawel, ik heb er ook nooit zin om tanden ja, ik te ook niet. Poetsen. En ik moet het altijd doen. Ja, weet je wat het is? Hè? En ik ben natuurlijk wat ouder dan jullie, dus er is niemand die tegen mij zegt dat ik mijn tanden moet poetsen. Dus ik hoef het van niemand. Dus dan doe ik het altijd maar gewoon zelf. Sport u ook? Ja, op de sportschool. Dan krijg je energie van sporten. Je wordt er in het begin word ik daar altijd heel moe van als ik dat gedaan heb. Dus als ik gesport heb, ben ik heel moe. En de dag daarna ben ik opeens heel fit. Waarom staan er overal fruitkistjes? Fruit is gezond en de mensen werken hier de hele dag en die kunnen niet even, net als thuis, die zomaar pakken. Toen hebben we gezegd, weet je wat, iedere week komt hier een hele grote kist met fruit op iedere plek waar de mensen zijn. En kun je gewoon zoveel fruit pakken als je wil.